Deze nieuwsuitzending die gaat over Christos en metafysica. Voordat ik daarover ga beginnen, maak ik heel even reclame voor de links die onder deze uitzending staan. De eerste is van Alan Watt. En dat is een geschiedenisleraar. Hij is niet bijbelgelovend, whatever, maar hij is wel onderlegd en voelt dat er iets is. Dat er meer is dan de soepzooi die hij wekelijks minimaal bespreekt. En dat al sinds 13 jaar of zo. Nou, die tweede is van Jörg Liesman. Dat is een bijbelgelovende christen. Hartstikke interessant. Erg leuk. Jörg Liesman doet Engels. Net als Alan Watt, dat is een Schot. Hij doet Engels. En Jörg Liesman doet ook Engels. En hij doet Duits. En met mij doet hij ook Nederlands. Ja. Een polyglot, heet zo iemand. Hij kan ook Frans. Hij kan het zelfs mooi. Hij kan Frans. Maar hij houdt geen uitzending in het Frans. Dat gaat hem te ver. Dat vind ik terecht. Ja, er is een grens. Kijk, Duits, oké. Nederlands vind ik natuurlijk geweldig. En Engels, ja, dat kan ook. Maar dat heb je wel eens een beetje gehad, hoor. Wat mij betreft dan. En die andere die er staan, mijn kanaal staat er ook bij. Dat is niet zo belangrijk. Daar kan je toch op klikken. Deze video staat ook op mijn kanaal. Dus mijn kanaal kan je zo pakken. En daaronder staat Matogelic. Dat is ook erg leuk. Daar ga ik de volgende uitzending eentje van Matogelic erbij pakken. Zo'n leuke leraar, man. Maar dan terug naar het onderwerp. Christos en metafysica. In een vorige uitzending, ik denk dat deze na elkaar gaan uploaden. Heb ik het over God en metafysica en nu over Christos. Want wat is Christos? Ja, het verhaal van Christos is dat hij de enig geboren zoon van God is. Jozef, de man van Maria, dat was niet zijn vader. Was zijn pleegvader. Of zo. Christus was de zoon van God. Ja, maar hoe kan dat nou? Ja, dat maakt niet zoveel uit. Dit is wat er gezegd wordt. En waarom zeggen mensen dat? Daar gaat het mee om. In de vorige uitzending heb ik erbij stilgestaan dat het begrip God noodzakelijk deel uitmaakt van ons vocabulaire. Het hoort erbij. Het woord God hoort bij onze taal. En het staat voor de oorzaak van hemel en aarde. En toen hij, dus God, met een hoofdletter H, toen hij zich manifesteerde als de oorzaak van hemel en aarde, toen begon de tijd. Ja. Tik, tok, tik, tok. En dan komt er dus in het jaar nul, en dat is niet toevallig, want dat geboortejaar van die mens, dat was het begin van onze jaartelling. Niet niks, hè. Milli Vanilli, dat was zo'n band eind jaren 80. Die stond nummer 1 in Nederland. In de top 40. Was ook mooi. Maar Christus Jezus was eventjes verantwoordelijk voor het begin van de jaartelling. Ja, maar ik weet niet of die wel echt... Ja, zijn er bewijzen van?
Nee, die zijn er niet. Punt. En als ze er wel waren, dan hadden jullie gezegd van ja, maar die bewijzen die kunnen bij elkaar gevoeteld zijn. Dus ja, ik heb toch niet geloofd. Dat maakt me niet zo van aan. Als we een YouTube-film hadden gehad van de kruisiging, had je gezegd, ja, maar dit is gefotoshopt. Dat is helemaal niet echt gebeurd, man. Gij ongelovigen. Ja, zo is dat met ongelovigen. Die geloven dat niet. Maar ga nou eens uit van het verhaal. Dus Christus Jezus, die toen hij in zijn puberteit kwam, toen ging hij vragen stellen aan de fariseërs en schriftgeleerden. Al die wijsneuzen. Het is een mooi verhaal dat hij met zijn ouders in, was het, Jeruzalem was, voor het Huppeltje Pupfeest. En toen ging de karavaan, die ging terug, met z'n allen, lekker, met kamelen erbij of zo. Dus de vader en zijn moeder, daar waren ze al op een derde of zo van de reis. Toen zei die vader tegen die moeder van, heb jij Jezus nog gezien? En toen zei die moeder, nou, ik dacht dat Jezus bij jou was. Nee, zei die vader, Jezus is niet bij mij, ik dacht dat hij bij jou was. Oh, zei die moeder, ja, maar waar is Jezus dan? Nou, die twee, die vader en die moeder, terug naar Jeruzalem. En ja hoor, daar zat Jezus, ergens in een tempel. Een beetje het oude hoeren met een stelletje priesters. En die zei tegen die priesters, waar hebben jullie het over? Waar slaat het op? Ik ben het er niet mee eens. Toen was hij 13, 14 of zo. Dat was Christus. Geloof je dat? Nou, ik geloof het wel hoor. Want het geoude hoeren van die schriftgeleerden en die fariseërs, ja, gaat toch een eind aan de andere kant van een stokje lopen leuren. Ja. Dat slaat toch helemaal nergens hoor. Wel, zo moeilijk is het leven niet hoor. Heb u naaste lief. Punt. Er werd van Christus ook gezegd van ja, jij loopt de wet en de profeten te weerleggen. Want neem het boek Numeri. Van Mozes is dat nog, in de tijd van Mozes. Dat Mozes zei, ja, kop eraf met het hele volk. Het ging over de Medanieten. Stelletje homo's, op zijn Brabants dan. Hè? Maar dat was een slagpartij, jongen. En ze zijn wel meer akkefietjes geweest, hoor. Allemaal niet zo vrolijk. En Christus zei, nee, ik ben helemaal niet gekomen om het Oude Testament te weerleggen. Ik ben gekomen om het te vervullen. De tijd van de slagpartijen, die is voorbij. Er is een nieuwe tijd. En die nieuwe tijd houdt in, heb uw naaste lief en heb uw vijanden lief. Er werd een Christus gevraagd, van, als iemand dan een beetje, ja, kutterug, kloterug, katerug, noem het maar op. Hè? Iemand heeft een kaastreek uitgevroten. Hoe vaak moet je zo iemand vergeven? 7 keer? Nee, zei Christus. 7 keer 70 keer. 490 keer. Er zit overigens nog een diepere betekenis achter. By the way. Dat ik het even weet. En hij offerde zijn lichaam op. Hij ging een beetje lopen bloeden. Een doornenkroon op zijn kop. Spijkers door zijn voeten, spijkers door zijn handen. Ja, zeg het maar. En Christus nog roepen van, Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou, dat wisten de mensen ook niet. Het was de vervulling. Het is in de menselijke geschiedenis is de dood van die persoon, ook al is het alleen maar een verhaal.
Dan nog, hè? Dat is wereldschokkend. Want dat hadden wij, mensen, nog nooit meegemaakt. Maar Christus was 33. In de bloei van zijn leven. En hij stuurde erop aan. Dat heeft Osho. Ik weet niet of je die naam kent. Maar Osho heeft furore gemaakt onder de titel Bhagwan. Bhagwan betekent letterlijk zoon van God. Is dat Hindoestaans of zo? Indiaas. Bhagwan Rajneesh Shrineesh of zo. Of Shrineesh Rajneesh. Later werd hij Osho genoemd. Osho zei dat. Osho heeft het Nieuwe Testament uit en te na bestudeerd. En oké verklaard. En Osho heeft gezegd. Christus, dat was niet zielig dat hij aan het kruis hing. Daar heeft die man het op aangestuurd. Osho heeft... Ik heb een boek... Ik heb het hier nog. Het heet Het Mosterdzaad. Dat is een parabel van Christus, hè? Want mosterd, dat is een boom. En dat zaad, en mosterd is een hele grote boom. En dat zaad, dus enorm klein. Heel klein zaad. En een enorme boom. Nou, Osho, die wist ervan te vertellen, hoor. Een andere, Osho is geen bijbelgelovende huppeltje-pup. Ik zal nooit, ik heb nooit de wens gehad om in een ashram te gaan zitten. Dat idee van Osho, op zich wel grappig. Van laten we al de gezeur over seks, als jullie nou gewoon elke dag gaan neuken, dan houdt vanzelf de gezeur op. Of zo. Niet helemaal je dat. Maar neem nou die andere. Dat is, Rudolf Steiner. Rudolf Steiner die is opgevoed in de theosofische traditie. Een theosofie dat begonnen in het jaar 300 ongeveer. Dus neoplatonisme. Het bereikte een hoogtepunt zoiets met Helena Petrovna Blavatsky. Die boeken van haar heb ik ook hier in huis. Ik heb Isis ontsluierd, dat vond ik nog wel een aardig boek, by the way. Te lezen. Nou, en Rudolf Steiner was in die traditie opgevoed. En die heeft zijn kont tegen de krib aangegooid. En afscheid genomen. En hij sprak over antroposofie. Dat is niet theosofie, want het betekent kennis van God of Gods wijsheid. Antroposofie is kennis van de mens. Want de antropos, dat betekent, dat is een begrip van hem trouwens. Hè. Antropos is de voorbeeldmens. De mens zoals die bedoeld is. Rudolf Steiner heeft gezegd dat een mens die Christus niet erkent, is een mafketel. Is per definitie een volidioot, op zijn Duits. En ik denk dat ik er nog wel meer zou kunnen vinden, hoor. Seculiere, dus niet per se bijbelgelovende christenen, maar die met grote achting kennis genomen hebben van het verhaal van Christus. En dachten, wauw, dit is het. En het klopt. Zoals Christus was, zo moet jij zijn.
Je hebt geen keuze. Anders is het de dood. En niet eens een leuke dood. Het is een dood zonder dat je geleefd hebt. En dat is kut. Vooral vlak voordat je doodgaat en tijdens dat je doodgaat. Kan je het je voorstellen, dan lig je met een of andere lymfeklierkanker en je lever is ook aangetast en zo. En je ligt een beetje weg te rotten. Een of ander lullig ziekenhuis en je kinderen komen niet op bezoek, want die wonen in Australië. En dan besef je van, jeetje kreetje. Is dit alles wat ik heb kunnen doen? Ja, dan ben je mooi de bok. Dan ga je dood zonder dat je geleefd hebt. Christus heeft geleefd. En indruk gemaakt. Zo. Hij kon zieke mensen genezen. Niet met medicijnen. Nee. Met zijn woord, met zijn aanwezigheid. En kan dat? Ja, dat kan. Waarom niet? Ik zou niet weten waarom niet. En ook zo mooi is dat hij voor onze zonden gestorven is aan het kruis. Ja, inderdaad. Want zondaars zijn we allemaal. Iedereen doet dingen waarvan je achter, word je 's morgens wakker, denk je, oh, wat heb ik gisteravond gedaan? Ja, dat was zondig. Dat was echt heel dom. Ja, maar nu ben ik vervloekt. Nee. Want Christus Jezus is voor jouw zonden gestorven aan het kruis. Ook zo'n goeie van Christus. Van, de eerste zullen de laatsten zijn. Of vice versa. Osho weet precies wat dat betekent. Hoor. Die kan dat uitleggen. En nu jij nog om het te gaan begrijpen. De King James Bijbel die je hier om de hoek kan kopen bij boekhandel De Fakkel in de Koningsstraat. Voor €8,95. Er staat alles wat Christus zelf gezegd heeft in het rood. Al dat geklets eromheen, nou geklets, maar al die andere woorden eromheen, dat is ook mooi, dat is leuk ter invulling. Maar het gaat om wat Christus Jezus zelf gezegd heeft. Ja. En dat was niet niks. Het zijn waarschijnlijk de meest belangrijke woorden sinds 2000 jaar. Iets korter. Hij heeft dat uitgesproken toen hij 30 was. Dus maar het jaar 30 en we zitten nu in het jaar 2018. Nou, 2018 min 30 is bla 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 bla. Bijna 2000. De eerste zullen de laatste zijn. Om die even kort toe te lichten. Waar Christus het over heeft, is dat er mensen zijn. En die zijn dan gelovig, tussen aanhalingstekens. En die denken dat ze loon krijgen. Dat ze meer verdienen dan ongelovigen. Want dat is niet waar. Iemand die op zijn 10e, 12e of zo, denkt: wauw! Ik snap Christus Jezus. Ik volg hem. Ik ben zijn discipel. En dan is er een andere vent of andere vrouw. En die heeft altijd: ah, lekkere party. Toe, toe, toe. Toe, 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 toe. Party. Toe, toe, toe. I'm driving in your car. Dan lekker een beetje feest vieren.
En dan vlak voordat ze doodgaan, zeggen ze, oh, jeetje kreetje, Christus had gelijk, ik snap hem. Ja, die krijgt hetzelfde loon. Ja, maar dan kan ik beter lekker zondig leven. En vlak voordat ik de pijp uit ga, dan ga ik even snel bekeren. En dan, hop, krijg ik hetzelfde loon. Nou, dat is niet zo'n goede strategie. Een groot gevaar dat het misloopt. Hè? Als jij de mogelijkheid ziet, en als je hem snapt, dan moet je het gelijk doen. Ja, maar dan mag ik geen kutstreek in me uitvreten. Nee, maar dan mocht je toch al niet. Dus waar heb je het over? Het wordt je alleen op dat moment duidelijk dat je dat niet had mogen doen. En niet zal gaan doen. Dat je dingen fout gedaan hebt. Fouten, daar gaan we niet zeggen. Maar fouten zijn niet zo belangrijk. Hè? Maar zonde, dat is belangrijk. Dat is echt vervelend belangrijk. Belangrijk vervelend. Niet zo erg. Als je ze beseft en je biecht dat op. En dan niet bij een of andere lul. Ik mag het toch wel zeggen, dat is toch geen vies woord. Hè? Maar een of andere lul met een jurk in een biechthokje of zo. Nee, daar gaat het niet om. Nee, die biecht je op tegen Christus. Je zegt tegen Christus. Ja, het punt is, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. En als ik jou volg, als ik jou snap, als ik jouw discipel ben, dan had ik dat nooit mogen doen. Dan zegt Christus, oké, jongen, zand erover. Niet meer zeiken en niet meer doen. Ga het goede doen. Of zoals de boeddhisten zeggen. Om het maar lekker een beetje seculier te houden. Dan leer het kwade kennen. En leer het goede doen. En draai dat niet om. Dus leer niet het goede kennen en het kwade leren te doen. Nee, dat is precies verkeerd om. Het kwade mag je leren kennen en het goede moet je leren te doen. En daarvoor moet je weten wat goed is. En als je weet wat goed is, dan weet je ook wat kwaad is. Dan weet je ook wat zonde is. En dan ben je van al de gesodemiet af. Dat is een mooie uitspraak van hem, van Christus. Hè? Zelfs al je haren zijn geteld. Ja, maar dat kan helemaal niet. Nee, dat kan wel. Gaat het niet zo maf? Hoezo zou dat niet kunnen? God is in alles. En Christus is de antidote. Het tegengif. Tegen de antichrist. In de vorige uitzending over God heb ik een mooie foto als beeld. Je moet altijd een beeld erbij hebben, anders kan je niet op YouTube publiceren. Die staat nou te renderen. En heb ik een foto gemaakt van zo'n sekswinkel hier in Arnhem. Die heet Christine Le Duc. Daar verkopen ze meuk. Vibrators. Een glijmiddel. Van die leren pakjes. Tering duur trouwens. Ja, ik weet het. Ik heb het ook al gedaan. Maar het slaat nergens op. Vleeselijk genot is het dan. Hè? Nou, leuk hoor, voor de gein. Maar verwacht er niet te veel van. Jouw leven, dat is een heel bijzonder iets. Het is een heel groot geschenk. Dat jij dat mag meemaken. Ja, maar ik leef nou en dan kijk ik en dan zie ik oorlog in Irak. En dan word ik helemaal depressief, boos. En teleurgesteld. Oké. Dat is jouw ding. Nog gestemd de laatste tijd? Ja, ik stem op GroenLinks. Want dan krijg je minder oorlogen in Irak. Dat is helemaal niet waar. GroenLinks doet net zo hard mee.
loopt een beetje te zeuren over CO2, koolstofdioxide. Je gaat er weg, man. Jouw leven is een groot geschenk. Je moet niet zondigen, dat is het punt. En ik ben toch begonnen over Boeddha. En wat Boeddha als kwaad bestempelt, dat is hechting. Dat is, als je kijkt naar de inwendigheid van dat woord, hechting, dat staat gelijk aan zonde. Een andere benadering, meer niet. Een ander woord, meer niet. Er is niks aan de hand, man. Het is hetzelfde. En het christendom is springlevend, hoor. Je hebt die afgeleide vormen van het christendom. Dat is het katholicisme. Dat is het universele geloof. Dat is daarop gebaseerd. Ja, waarom denk je? Waarom denk je dat die Babyloniërs die figuur van Christus Jezus uitgekozen hebben als idool, zo? Als beeld van hun business, hun logo, zullen we zeggen. Ja, wij zijn christen, wij hebben Christus Jezus hoog in het vaandel. Ja, helemaal niet. En een beetje beelden te maken van Christus. Christus aan het kruis, Christus als baby in de armen van Maria. Dat komt helemaal in de Bijbel niet voor, mafketel. Nou, die katholieken hebben met 98,999% zekerheid, die hebben de Koran geschreven. Zelfs in de Koran komt Christus voor. Die heet die Isaï. Dan wordt hij genoemd een profeet. Nou, ze mochten toch wat, hè? Dat is best grappig, hè? Want ik heb Mohammedaanse vrienden. Eentje daarvan is Galet. Die komt uit Libië. En die gaat dus naar de moskee, zo af en toe. En die zegt, ja, jullie christenen, jullie spreken over de moeder van God en de zoon van God, de drie-eenheid, en wij wezen dat af. Ja, ik ook. Er is helemaal geen sprake van een drie-eenheid. Je hebt God. En die praten tegen Mozes en tegen, weet nog meer, zo. Samuel, Daniel, Jesaja, Elia, Elisa, Hosea. Een toestand allemaal. En toen kwam Christus. En hij was de enige geboren zoon van God. Als mens dus. Hè? Dus God als mens. Als God nou een mens was, hoe zou hij eruit zien? Wat zou hij dan doen? Ja, in die tijd, dan zou God gedaan hebben wat Christus heeft gedaan. En al die priesters, al die fariseeërs en die belastingambtenaren en al dat geouwe hoer over die poen, mee ophouden. Heb uw naaste lief, heb uw vijanden lief en voor de rest je bek houden. Ja, kan ik een beetje duidelijker overkomen of niet? Of praat ik Frans of zo? Dat is toch wat er staat? Hoezo een drie-eenheid? Gittig, weg man. Je hebt God. Dat is de eenheid. En God heeft ervoor gekozen om een mens te laten doen waarvan hij zegt, zo moet je het doen. Heb uw vijanden lief, heb uw naaste lief. En als iemand op je linkerwang slaat, dan keer je toch die andere wang ook toe, man. Ja,
Als iemand je hemd vraagt, dan geef je toch ook je mantel of whatever. Wat heb je aan bezit? Geef alles weg. En ga leven. Dat is niet zo'n gek idee hoor. Ik ken een man en die is gereformeerd. Die kwam ik tegen op het terras van Café de Wacht. Oh, ga er een keer naartoe. Ja, doe het. Goh, wat een gein, man. Een mooi gebouwtje. Verse jenever. Goeie ijsblokjes. En op het terras mag je wiet roken en hash roken. Voor zover je nog mag roken op het terras. Want dat willen ze ook weer gaan verbieden. Vanwege de volksgezondheid. Ja. Heel Arnhem hangt vol met van die chemtrails. En al die bariumoxide en cadmiumoxide en aluminiumoxide. Dat dwarrelt zo omlaag. Ik heb ook bijna geen muggen meer hier in Arnhem. Aan de ene kant is dat plezierig, niet gestoken wordt. Maar aan de andere kant denk ik van ja, waar zijn die muggen? Ja, die zijn allemaal dood. Gaat niet meer. Er is wel al die chemtrails over Arnhem heen. En de hele lucht zit allemaal vol met allemaal die soep, sorry. Maar we mogen niet meer roken op het terras. Ho, 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 ho. Maar ik sprak dus die gereformeerde man. Hij citeerde. We hadden het nergens over. Hè? Gewoon een beetje babbelen zo. En hij was er met twee vrienden. Iedereen was van mijn leeftijd. En hij citeert een bijbeltekst. Ik zeg tegen hem. Ben jij protestant? Hij zei ja. Ik ben gereformeerd. Zo, dat dacht ik ook. Ja, als iemand een bijbeltekst citeert. Dan. Ja, is het geen katholiek? Want katholieken lezen geen Bijbel, die lezen catechismes. Die hebben een hele andere versie van de 10 geboden van Mozes. Ja, dan ben je het gek. Die katholieken, breekt me de bek niet open. Hij zei, ja, ik ben gereformeerd. En hij zei dus dat hij op een dag tegen zijn vrouw, jaren terug, dat hij tegen zijn vrouw zei van ja. Kijk, hij was een blije man. Hij zei van ja, we kunnen we twee dingen doen. Wij leven allebei naar het woord van God. Naar het woord van Christus. En dan kunnen we arm blijven. Of we gaan geld verdienen. Wat zullen we doen? Nou, zei die vrouw, laat me geld verdienen. Waarom niet? Dat is geen schatten verzamelen op deze aarde. Nee. En gewoon geld verdienen. Toen is hij geld gaan verdienen. Nou zei hij, ik heb heel veel geld verdiend. En spreekt vrijmoedig over Christus. En dat geld interesseert hem niet. Ja, dat heeft hij. En als hij doodgaat, ja, dan blijft altijd geld achter. Dat gaat heus wel weer ergens naartoe hoor. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Dat neemt hij niet mee naar de hemel. Dat weet hij ook wel. Verzamel u geen schatten op deze aarde waar mot en roest ze zullen bederven. Daar is die man helemaal niet mee bezig. Hij wilde gewoon een beetje fun hebben. Dan mag je toch geld verdienen? Ja, waarom niet? Niks op tegen. Dat is Christus. Dat is de uitwerking van het woord. Geen gekke dingen doen. Niet fornicaten. Geen overspel plegen. Geen gekke dingen doen. Gewoon eerlijk zijn. Heb uw naaste lief. En je vijanden ook. Bid voor je vijanden.
Vergeef je vijanden. Niet 1 keer, niet 7 keer. Nee, 7 keer 70 keer. Want die klojo's houden er toch niet meer op. We hebben onvermogen tot leren. Maar dat betekent niet dat wij ze moeten afslachten. Oh, jij bent te dom en de kop eraf. Nee, natuurlijk niet, man. Romeinen 12, vers 19. Mijn meest favoriete tekst. Die is niet van Christus zelf, hoor. Toch? Staat het niet aan het rood? Even kijken, hoor. Even controleren dat ik nou geen onzin spreek. Pak ik even King James erbij. Even kijken of hij in het rood staat, hoor. Dus Engels, dan moet naar Romans. De Old Testament, Romans. Ja. Romans, Romeinen. Hoofdstuk 12. Vers 19. Staat hij in het rood of niet? Want alles wat in het rood staat, dat is van Christus zelf. Nee, dit is niet van hemzelf. In het rood. Even een beetje harder zetten. Nee, is dat... Nee, wacht eventjes. Dit lijkt mij... Even anders. Even goed controleren. Ik heb hier niet de echte King James met die mooie rode... De laatste ben ik dus kwijt. Weggegeven natuurlijk. Nee, het staat in het zwart. Ja. En zo mooi, hè? Dearly beloved, avenge not yourselves, but give place unto wrath. For it is written, vengeance mine. I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Ik kan wel janken. Dit is toch het? Dit is geschreven door... Wie heeft Romeinen geschreven? Dat weet ik ook niet. Een apostel. Paulus of zo. Nee, Paulus, dat was Saul. Hè? Petrus misschien. Dus als je vijand honger heeft, geef hem te eten. Als je vijand dorst heeft, geef hem te drinken. Want als je zo doet, dan stapel je hete kolen op zijn hoofd. Kijk, dat is andere... Ik wou zeggen lulkoek, maar dat is misschien een beetje vies woord, hè? Maar, maar dat is andere koek dan dat van George Bush. Weet je, als je niet met ons bent, dan ben je met de terroristen. Ja, en wat doet George Bush met de terroristen? Ja, bommen erop. En dan gaat er ook nog een bruiloft. Oh ja, maar dat is collaterale schade. En daar konden we niks aan doen, want we waren bezig met de strijd tegen de terroristen. Ja, dat is nou precies wat je niet moet doen. Daar maak je alleen maar mensen boos mee. Bijvoorbeeld mij. Ik vind het echt schandalig. Ik vind dat Nederland per onmiddellijk alle betrekkingen moet verbreken met het Vaticaan en met Amerika. En iedereen die meedoet met het Vaticaan. Met de antichrist. Die zegt, vengeance is de NATO. Dus, vengeance, NATO. Alsof de NATO kan wreken. De NATO kan helemaal niet wreken. Die gooien iedere keer de bom op de verkeerde bruiloft. Ik praat toch geen Frans of zo? Ja, ik ben toch niet onduidelijk?
het maakt geen donder uit dat we geen YouTube-film hebben van de kruisiging. Het gaat om het woord. Ik laat een pauze vallen. Het woord klopt. En als jij 16 bent, dan denk je, ja, maar misschien de NATO of de NAVO of de OTAN. Want op zijn Frans is er weer de OTAN. Ja, maar dat is toch wel een goede wraak, hoor. Het is helemaal geen goede wraak. En wat hebben we daar überhaupt te zoeken? In Irak of Iran of Syrië of Libië. Laat die mensen met rust. Heb je naaste lief. Punt. Dat is Christus. Dat is het leven. Dat is het woord. Christus wordt ook wel genoemd Logos. Oftewel, woord. Iemand heeft ook gedicht van, Christus is het vlees geworden woord. Ja. Christus was... je kan niet eens zeggen, hij loog niet, of liegde niet. Wat van Nederlands je ook maar wil spreken. Nee, dat mag je niet eens zeggen. Hij sprak de waarheid. Christus heeft van zichzelf gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Je, op zijn Frans, hè? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dat ben jij toch ook? Wat is dat nou? Wil jij liegend door het leven gaan? Ik ken die mensen hoor. De moeder van mijn kind, die zei een keer tegen mij van ja, dat klopt dat ik gelogen heb. Want als ik niet gelogen had, dan had ik niet kunnen doen wat ik had willen doen. Want jij had het niet goed gevonden. Dus heb ik tegen jou gelogen, zodat ik kon doen wat ik wilde doen. Ja, maar dat is geen leven. Dat is de dood. Stom verbaasd was ik. Wat krijgen we nou? Ja, het is allemaal geen grapje, mensen. Want de wereld gaat, het wordt een hele mooie boel, hoor. Iedereen denkt van, ja, maar dat met Auschwitz, dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, punt 1, de Tweede Wereldoorlog, was het de zoveelste fase, het was de laatste fase van de Tweede 30-jarige Oorlog tegen het protestante Duitsland. De Duitsers die... grof protest aantekende tegen de Babylonische overheersing. En die zijn te grazen genomen. En dan denken wij van, ja, maar dat is allemaal voorbij. Het is helemaal niet voorbij. Een beetje christen, die laat zijn kinderen niet injecteren met biocide. Perry, nou, ingewikkeld hoor. Wat is biocide? Nou oké, okay. Je hebt insecticide, dat is een gif tegen insecten. En heb je herbicide, dat is een gif tegen planten. En je hebt rodicide, dat is een gif tegen knaagdieren. Heb je biocide, dat is een gif tegen leven. En dat zit in vaccins. Ik heb het aan mijn tante Irene gevraagd. Die heeft haar hele leven gewerkt als medisch analiste. Analist, moet je zeggen. Dat is een vrouw, een medisch analist. En ik vroeg haar, klopt dat? Stoppen ze thimerosal, CQ-squalene, CQ-formaldehyde in vaccins? En mijn tante Irene zei, ja, dat klopt. Maar dat moet wel. Want anders kunnen ze bederven. Dus conserveringsmiddel is dat.
Ja, dan laat je je kinderen injecteren met conserveringsmiddel. Ja, waar wonen je hersenen tegenwoordig? En je linker achterbil. Dat is Babylon. Ja, maar straks kreeg mijn kind polio. Oh, mijn dochter is er ook zo een. Ja, inderdaad. 1 op de 10 mensen die een infectie krijgt met het polio, virus, bacterie, whatever. 1 op de 10, die is de bok. Maar punt 1, niet iedereen krijgt polio, zo'n uitbarsting. En 90% die zo'n uitbarsting krijgt van polio. Als je die in een rustige omgeving legt en een beetje te drinken geeft en een beetje kippenbouillon en een beetje de gordijnen half dicht. En af en toe kom je even kijken om te vragen of er nog een kopje thee wil. Ja, die mensen die staan na 10 dagen weer op en zeggen we nou, ik heb zin in een boterham met pindakaas. En een enkel geval, ja, dat slaat hoor. Dan krijg je zo iemand als Ian Jury van de Blockheads. Wake up and make love to me. Wake up. Ken je die nog, Ian Jury en de Blockheads? Die had polio gehad. Die is half verlamd. Ja, het kan slecht aflopen. Maar moet je daarvoor de hele bevolking lopen injecteren met formaldehyde en timerosal en squalene? Nou, ik dacht het niet. Dat is nergens voor nodig. Dat is de antichrist. En mensen die dat niet beseffen, ja. Yep. Een ernstig probleem voor die mensen en voor jou ook als je omringd bent met dat soort mensen, want het is niet goed om je kinderen te injecteren met dat soort rotzooi. En had je geluisterd naar het woord van Christus, had je het ook nooit gedaan. Die uitspraak van hem, de bergreden, daar heeft Osho ook een heel boek aan gewijd. En niet dat hij dat geschreven heeft. Hij heeft het uitgesproken en mensen hebben daar een transcriptie van gemaakt. De bergreden van Christus. Zalig zijn de armen van geest. Het is maar beter dat je niet begrijpt wat er aan de hand is. Beter dat je eroverheen stijgt. Dat je als een Teletubby in Lalaland leeft. Dat is op de grens hoor, deze moet je even begrijpen. Maar dat je in goed vertrouwen leeft. En niet overal verstand van hebben. Het leidt tot niks, hè. Nee, dat gezegd hebbende. Even een pauze, een zinloze opmerking. Hè? Dat gezegd hebbende. Dat je het even weet. En dan jij aan Christus, ja. Zolang jij nog denkt van ja, maar ik ben helemaal niet arm van geest. Ik doe een opleiding. En, zoals het er nu uitziet, joh, ik heb een 8 voor het laatste tentamen gehad. En oh, ik zie uit naar dan kreeg ik een leuke flat in Zoetermeer-Zuid. En dan zit ik niet al te ver van mijn werk, dat is maar 3 kwartier met de trein. Ja, je hebt een leven van niks. En niet dat je niet mag doen, van mij mag je in Zoetermeer-Zuid gaan wonen en elke dag naar je werk. Maar het is niet jouw werk. Het is niet wat jij doet op deze wereld. En niet wat God van jou vraagt. God vraagt van jou om net zo te zijn als Christus Jezus.
en vanuit zijn woord te leven. En er zijn mensen die doen dat van nature. Die zijn zonder meer zo. Heel liefdevol, heel zachtmoedig. En nooit geen gekke dingen zeggen, nooit geen gekke dingen doen. Rustig zijn, vriendelijk zijn tegen kinderen. Vriendelijk zijn tegen hun partner. Vers 21 van Romeinen 12. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Pak ik even de Statenvertaling erbij. Die doorgaat voor de beste Nederlandstalige versie van de Bijbel. Statenvertaling.net. Ik heb helemaal geen papieren versie nodig. Nieuwe Testament, Romeinen. Even kijken hoor. Oh, dat is Paulus, is het. Was dus geen... Paulus is, dat was eerst een christenvervolger. Toch? 12, 19. Ja, hier staat in vers 21. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Want het kwade, dat kan jou heel erg boos maken. Iemand is zo, ik denk van, helemaal ademloos. Hè? Maar je moet het goede betrachten. En dan overwin je het kwade. En tot die tijd blijven wij nog lekker bommetjes gooien op Irakjes. En blijven wij stemmetjes op Markjes, Ruttetjes. Die hieletjes likjes van George's, Bushes. Of de NATO, of de paus. Of whatever onderdeel van de antichrist er ook maar is. En wij hebben er niks aan. Het is alleen maar een temporaliteit. Het is een tijdelijke... Een tijdelijk ongemak. Een tijdelijke noodzakelijkheid, kan je ook zeggen. Want de mensen begrijpen er nog steeds geen biet van. Ze hebben ergens in het openbaar begint over de Bijbel. Dan zeggen mensen, de Bijbel, ik ga er weer. Ik ga naar de kroeg. Ja, dat is een beetje dom. Ik kan er ook niks aan doen. Het is niet mijn schuld dat de zachtmoedigheid en de begripvolheid de waarde is van het leven. En de waarheid spreken. En dan word je maar aan het kruis genageld, beland je in de gevangenis... Christenen worden nog steeds bij bosjes afgeslacht, jongen, door de katholieken. Want de katholieken, de universele kerk, die heeft de pesthekel aan christenen. En aan joden. En dan gaan we de Duitsers de schuld geven dat de Duitsers een hekel hadden aan joden. Dat is helemaal niet waar. Dat was Adolf Hitler en Adolf Hitler was van de katholieke kerk. Ik ben toch duidelijk. Het is aan ons de keuze, hè, om naar Netflix te gaan kijken. Of het woord van God te gaan begrijpen. En dan mag je nog steeds Netflix kijken. Alleen dan zie je dat Babylonische gedoe. En dan denk je, gadverdamme. Bah. Het is een mooie boel, hè? En het antwoord is heel dichtbij. Want ik zit nu achter internet. En ik kan zo statenvertaling.net. Hoppakee, daar staat hij.
Ik heb de King James online. Hoppakee, daar staat hij. Ik kan hier om de hoek kan ik een statenvertaling kopen voor €32,50. Die grote versie. Die kleine versie is een stuk goedkoper. Maar die grote versie, mooie grote letters. Het is het woord van God wat er staat. En een ander woord is er niet. De rest is onzin. Er was eens een prins. Ja, dat is al best. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs hoor. En ik hoop dat ik mensen mee weet te trekken in die zachtmoedigheid. En al die woede en al die kwaadheid. En al... Ja, maar het zijn een stelletje eikels. Ja, het zijn een stelletje eikels. Maar wreek jezelf niet. Laat het over aan God. Je kan er niet tegen strijden. Als je het kwade gaat bestrijden, dan krijg je alleen maar meer kwaad. Dan ben je zelf een George W. Bush. Wist je trouwens dat die familie Bush, dat die opa van George W. Bush, die jongen, die kleinzoon, en zijn vader die heette George Herbert Walker Bush. Maar dat is de vader van George Herbert Walker Bush, dus de grootvader van George Walker Bush. Die heette Prescott Bush. Die heeft Auschwitz gefinancierd. Ja, niet zelf, maar hij zat in de raad van bestuur van een of andere Amerikaanse bank. En die zagen daar wat poen in. Van oké, wat kost het dan? Oh, moet je een beetje hekken neerzetten met prikkeldraad en dan barakken ertussen. En dan hebben we allemaal arbeiders en die gaan dan werken voor IG Farben of zo. Wel een slavernij. Die George Herbert Walker Bush die heeft een biografie laten opschrijven. Want meneer kon zelf niet schrijven. Dus een autobiografie, dat zat er niet in. Volgens mij was het een vrouw die gevraagd heeft. Van, nou, dan kom jij langs en dan ga ik vertellen wat voor mooie dingen ik allemaal gedaan heb. Die vrouw heeft dat allemaal opgeschreven. En in die biografie staat dus dat George Herbert Walker Bush... dat die heeft gezegd, als... het Amerikaanse volk er ooit achter zou zijn gekomen wat wij hebben uitgefroten, dus hij en zijn familieleden, dan waren wij gelyncht. Dan waren wij opgeknoopt aan de hoogste boom. Ja, niemand had het in de gaten. Nee, en zijn zoon is nog lekker president geworden. Ha, 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 ha. You are either with us. Or with the terrorists. Gaat er weer. Dus het alternatief voor het afwijzen van het woord van de Heere Heere. Dat is dat. Ja. Je bent of voor de tegenpartij. Dan ga je lekker meebetalen aan die bommen op Irak. En dan vind je dat helemaal geweldig dat de BTW omhoog gaat van 6-9%. Want dan krijg je nog meer bommen op Irak. Of Syrië of whatever. Hè? Wat we nou weer nodig vinden. Wat moet er nou weer gebombardeerd worden? Waar zijn er nu weer bruiloften? Waar een drone eventjes boem, 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 boem. Huilende kinderen, verdrietige oma's. Waar zijn mijn kleinkinderen? Ja. Ja, de antichrist heeft ze weggebombardeerd. Je doet daar aan mee, of je doet er niet aan mee. En als je er niet aan meedoet, echt niet aan meedoet, dan geloof jij het woord van God. En daar sta je achter, met heel je hart. Je hele leven, je hele hebben en houden, geef je eraan. Want jij gaat je naaste lief hebben en je vijanden. Punt.
Ja, zit er voorlopig nog niet in. Maar het zal wel. Ja. Ik kan nog een hele bespreking houden over hoe het af gaat lopen. Dat staat ook in de Bijbel. En Christus komt terug, by the way. Die komt terug. Er komt nog een keer een heel nieuw verhaal. Misschien wordt het wel zo dat iedereen die het woord van God begrepen heeft, die groep blijft voor 90% in leven. Dan 10% ja, helaas. En de rest is het precies andersom. 90% gaat en 10% blijft over. Zoiets. Ik weet het niet. Ik zeg maar wat hoor. Doe een gokje. Ik ben geen eschatogolist of zo. Ik ben geen leraar van het einde der tijden. Maar ik weet wel ongeveer hoe het in elkaar gaat zitten. Ja. Nou, reuze bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je een Bijbel gaat lezen. Ja. Je kan met mij een afspraak maken. Spreken we af in Café de Wacht. Ga ik even voor jou onderhandelen bij Boekhandel De Fakkel. En hoeveel wil je er hebben? Een stuk of 3? Krijgen we kwantumkorting, denk ik. En dan krijg je van mij een vodka of een tomatensap. Of allebei. Dat is ook lekker hoor, tomatensap met vodka. Krijg van mij die Bijbels. En dan gaat er voor jou een hele nieuwe wereld open. En het woord wat je dan zal ervaren, dat heet ontzag. Ontzag voor je voorvaderen, die pak een beet 3 millennia hebben gewerkt aan het woord van God. Ja? Goed begrepen? Knoop het in je oren. Van achteren en van voren. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.